We hebben de afgelopen tijd met sterk wisselvallig zomerweer te maken gehad. En dat zorgt er ook voor dat de opbrengst van groene stroom wat wisselend is. Nou, dat was verleden week niet anders. Als we even de opbrengsten onder de loep nemen, valt op dat we echt van tijd tot tijd met veel wind te maken hebben gehad. We krijgen zelfs een verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde. Er werd maar liefst 688 gigawattuur opgewekt in die hele week. Nou, de zon was ook wel van tijd tot tijd van de partij. Opbrengst wel wat lager dan het gemiddelde. En op zo'n verregende dag zoals afgelopen zondag, ja, dan komt de zon daar eigenlijk niet of nauwelijks aan te pas. Maar als we dan naar de komende week gaan kijken, dan is de zon echt wat vaker van de partij. Opbrengst wordt nog steeds wel iets onder het gemiddelde verwacht. En wat wind betreft ook nog steeds wel redelijk wat wind, maar iets minder prominent aanwezig in vergelijking met vorige week. Dus als we dit zo bekijken, niet al te veel verandering, maar dus iets minder wind en iets meer zon. En als we dan even de weerkaart erbij pakken, valt op dat de meeste wind nog voor de dinsdag is weggelegd. Dan een stevige westenwind. Vooral in het midden en zuiden van het land nog wat uitgestrektere wolkenvelden. En vanaf woensdag volgt er dan een kantelpunt. Het gaat minder hard waaien. De zon gaat uitbundiger schijnen en dat is ook voor donderdag nog weggelegd. Er komen wel wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar dat zit de zonnepanelen over het algemeen niet heel veel in de weg. Nou, pas op vrijdag zien we vanuit het zuidwesten de bewolking verder toenemen. De wind trekt dan weer wat aan. En als we even nog naar de zaterdag kijken, zien we toch wel weer redelijk wat bewolking in onze omgeving. En dan gaat de temperatuur geleidelijk ook weer wat omlaag. Nou, de meeste wind deze week is dus voor de dinsdag weggelegd. Vooral voor de Noordzee, ook de windparken langs de kust rond het IJsselmeer. Daar komt af en toe nog wel windkracht 5 of 6 te staan. Dieper landinwaarts zul je de wind af en toe ook nog wel voelen. Ja, en verder is het typisch Nederlands zomerweer. Zonneschijn, stapelwolken, af en toe nog een buitje. Nou, die buiigheid neemt woensdag al af. Komt er iets meer ruimte voor de zon. De wind gaat wat liggen. En als we dan even de donderdag erbij pakken, zien we dat de meeste zonneschijn en ook hoge temperaturen voor die dag zijn weggelegd. Maar daarbij waait het nauwelijks. En op vrijdag trekt de wind dan weer wat aan. En dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. Dan heeft de zon wel iets meer concurrentie van wolkenvelden. Aan de afgelopen tijd was het dus relatief koel en wisselvallig zomerweer. En als je een wat minder goed geïsoleerd huis hebt, zul je wel merken dat het in huis weer wat is afgekoeld. Dus als de komende dagen, vooral in de tweede helft van deze week, de temperatuur wat verder gaat oplopen, zorg ervoor dat je die warmte weer een beetje in huis haalt om die koelte te verdrijven. Dus vooral aan het begin van de week nog redelijk wat wind, daarna minder wind en meer zonneschijn.